Nou, ik moet nog even op adem komen. Waarom? Wij hebben net een complete Thomas uit het kanaal getrokken door middel van een hefboom, een lange houten balk, meerdere touwen en ik heb hem onder spanning gehouden onder dit bankje. Toen hadden we weer wat handen vrij, want we zijn er met z'n tweeën. Maar kom maar even kijken. Want hij is gigantisch en het maakt het zwaar omdat het hier schuin afloopt en er zit nog een balk. Dus ja, maar hij is er gewoon uit. Dat is echt wat een gewicht om dat over die kant heen te krijgen. Maar kijk, we hebben nog meer spullen. Hier nog wat brommer, de onderdelen, een scooterframe. Er zit zelfs nog een schroevendraaier tussen. Nou, dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Dus ja, dat allemaal criminele activiteiten hier zo. En we hebben de aanhanger weer bij ons, dus die gaan we ook even vullen. Dus we zijn onder andere, we zijn weer lekker bezig. Ja, we hebben wat leuks. Ik zal jullie niet langer in spanning houden. Het is een geldkistje, maar zit er nog wat in? Zit er nog wat in? Daar moeten we eventjes achter zien te komen. Hij is wel open, half open zo te zien. Maar goed. Je weet het nooit, hè. Heel veel blubber in ieder geval. Geen muntjes in de randen. Nou, dan zal hier tussen ook wel niet veel zitten. Nou, wat is dit? Nee, dat is ook niks. Nee, alleen bagger. Alleen bagger. Nou ja, dat is wel weer goede voeding voor het gras hier. En een leuk geldkistje. Nou, gaat bij de rest van de stapel. Elbert is nog eventjes die kant aan het afkijken. En ik ga nog even hier verder. Toch een kistje. Leuk. Nou Elbert, weer eentje. Ja, toch? Ik denk dat het weer een Thomas is. Ik kijk of ik erbij kan. Oh, dat je hem echt door het wiel heen haalt. Oh ja. Nou nog pakken aan de andere kant. Ja. Nou nog pakken daar. Kun je erbij? Ja, ik heb hem. Lekker bezig. Goed bezig. Nou, dan gaan we zo. En ik heb het overgeleefd. Ja. En dan pakken we zo meteen weer de balk erbij als hefboom. En dan halen we hem er even uit. Is niet nodig. Oh. Oh, het valt al hartstikke mee eigenlijk. Je haalt hem er in je eentje. Nou, dat gaat niet lukken. Ik zet even de camera uit, dan komen we zo meteen terug, kijkers. Yes, nou deze ging gelukkig een stuk makkelijker. Lekker maat, tik hem aan. Gewoon weer één. De tweede Thomas al. En een aantal frames, een scooterframe uitlaten. Alles komt hier uit. Heb jij een vrije dag, Urbex? Ja, hij stuurde een appje van kom je ook magneetvissen? Ik zeg jongen, ik ga niet magneetvissen, maar ik wil best even komen kijken. Ja. Ik had een stoeltje gekocht bij de Decathlon. Ja. Ik hoop maar neem mee. Okay. Lekker zitten. Lijkt wel een regisseurstoel. Ja, wel. Hè? Ja. Lekker hoor. Maar je ziet het, er ligt alweer genoeg en er komt nog steeds wat uit. Elbert, trek je het nog een beetje? Jawel. Ja, hè? Nou, Elbert is inmiddels naar huis, maar ik ga nog even verder. Ja, ik moet het nu wel alleen doen. Het is extra hard werken, maar het lukt ook nog. Ondanks de schuine kade haal ik gewoon toch weer een fiets eruit. Er is een band op de achtergrond, gezellige muziek. Dus al met al nog top. Mark van Urbex NL die komt zo meteen nog even langs voor de gezelligheid. Die komt nog even terug. En dan gaan we hier nog even een paar uurtjes volmaken. Maar maat, jij wist het nog niet. Wat? Maar voor deze dag heb ik gewoon speciaal achtergrondmuziek geregeld. Meen je? Ja. Vandaar. Ja. Ik vond het zo'n gezellige sfeer hier zo.
Alleen jammer dat hij niet bij ons staat. Nee, maar goed, je moet elkaar ook nog kunnen verstaan. Hè? Dat, anders is wel, dan, dat is wel waar. En ik vind het wel dat het de sfeer maakt. Ja, hè? Anders moet ik gaan zingen, weet je wel. Dat is ook niet best. Ja. Dus laten we het maar bij deze muziek houden. Maar het heeft me wat gekost, dus mensen moeten wel abonneren. Sowieso. Want het is ook niet allemaal voor niks natuurlijk, nee, hè? Nee, zo is dat, zo is dat. Dus, nee, zeker even abonneren. Anders dan kunnen we dat niet meer mogelijk maken in de toekomst. En we zitten trouwens ook echt altijd te eten in die video's, hè? Ja. Vang je dat op? Ja, maar dat komt om... Altijd zitten te eten, hier, oh, broodjes. Maar... Lekkere paprika dingetjes. Alles, hè? Ja, maar we verbranden natuurlijk ook veel, hè? Dus, ja, maar maat, ik heb niks gedaan vandaag. Oh, ik heb mijn stoeltje gepakt, ja, ik heb nog niks gedaan. Nou, je hebt me geholpen met, ja, ik heb net even, met het winkelwagentje, hè? Ja. Oké. Dus heb je toch nog wel wat gedaan. Sowieso, sowieso. Ook dat is al strijden, zo'n winkelwagen eruit. Ja, dat is niks. Ja. Luister uit, dus ja, even pauze. Maar we hebben al veel bekijkt, dus ja, mensen vinden het mooi. Ja. Nou, visjes een versnapering. Ja. Mooi, hè? Nou, nog een paar borden kapot gooien. Papeeltjes. Nou, dit was ook weer een zware klus. Een winkelwagen met een fiets eraan erbij gewoon. Hoe gek is dat? Hij zit er gewoon tussen klem. Ja. Dat had ik in mijn eentje niet gered, maat. Toch nog goed dat je erbij bent. Hij zit wel dicht. Nee, hij zit dicht. Maar hij voelt vrij leeg. Ja. Oh. Kijk maar even. Zo, dat is een mooie, hè? Ja, zo. Hij is wel. Kijk nou, joh. Met die getallen. Dat is een dure. Ik heb toch het idee dat dat koevoeten zijn of weet ik veel. Ja. Ik denk dat ik even naar de auto moet voor een. Ja, voor een koevoet of zo. Ja. En dan kunnen we kijken of er wat in zit nog. Ja, laten we het hopen. Helaas lukte het ons niet ter plaatse de kluis te openen met de koevoet. Wij hebben de kluis dan ook mee naar huis genomen en daar een gat in de achterkant geslepen. Ook kwamen wij er toen achter dat er helaas geen inhoud in zat. Goed, we zijn klaar. We hebben de aanhanger opgeladen en we gaan zo richting huis. Maar om nou zeker te weten dat wij veilig onderweg kunnen, hebben we dit weegapparaat. Dat kan je eerst onder de ene wiel van de aanhanger leggen. Dan rij je er rustig overheen. Dan weegt hij het gewicht aan die kant. En dan doe je het bij het tweede wiel. Telt hij bij elkaar op. En dan weet je of hij aan de veilige marge zit met de kilo's. Dus laten we even kijken. Dit is de kogeldruk. Maar die hoeven we niet te weten, want we hebben hem wel redelijk goed verdeeld. Even kijken. Dan beginnen we bij het linkerwiel. Dus die leggen we zo even hier neer. Even kijken. Dan rijd ik er overheen. Omar! Je bent er al overheen, maat! Oh, je moet er echt overheen rijden? Ja, ja. Oh, je hoeft niet te stoppen er precies op? Okay. Oh! 260 kilo aan deze kant. Oh, oké. Okay. Dus dan drukken we weer op het knopje. Dan pakt hij het andere wiel. Dus we gaan even kijken. Je moet er echt overheen rijden. Oh, joh! En dan gaan we eens even wat hij hier zegt. En 277 kilo. Oké, okay, en dan doe je, druk je op totaal 537 kilo. 537. Nou, de aanhanger zelf weegt 170 kilo afgerond. Dus als we dat eraf trekken, dan zitten we op
350 kilo zo'n beetje. 350 tot 340 kilo. Ik mag in totaal 700 kilo trekken met mijn auto, dus we zitten goed. We kunnen onderweg. Dan bedanken wij jullie weer voor het kijken. Het was een hele toffe dag. Meerdere brommers, scooterframes, een kluis die we nog thuis open gaan slijpen. Dus ga ook zeker kijken of daar nog wat uitkomt. En dan zien we jullie snel bij de volgende keer. Tot later!